Het begint alweer goed. Brian, wat is er nou weer aan de hand? Wat heb je tussen je benen? Vertel eens waarom. Ja, we waren al bijna op locatie en Jim belt in één keer. Mijn drommelwiel staat vast. Ik heb geen benzine meer. Ja. Geef hem wat peep power, dan kan hij net wat sneller rijden. Doeg, Jim. Doeg. Fuel safe hebben we gedaan voor je. Kan gebeuren, jongens. Waar zijn we? We zijn bij de clip. Laat eerst even kijken. Waarom? Nee, we wilden gaan. Weet jij waar het al uitkomt? Wil je opkruipen? Wel laat het niet voor dat hij leeg loopt. Dat kan. Ja. Dit is wel heel erg wild, hoor. Maar, laat maar eens een beetje meekijken. Zo. Dit is gewoon nog enger dan we. Heel spannend. Hij gaat omhoog volgens mij, die pijp, hoor. Je wordt wel echt? Ja, het kan, hoor. Dat is net zo zwaar als het, tegen de terug. Dat is stroom. Dat is een beetje. Maar niet zo dun. Ik kan me nooit draaien, maat. Het is weer zo koud. Ja, echt? Maar het is bezig voor 10 seconden, zegt Brian. Ja, Brian wel. Ja. Maar die heeft ook een laagje. Net je hebt de isolatie van een magoes, hè? Waar is Brian gebleven, trouwens? Echt? Zit hij erin? Hoor dan. Nee, kijk eens, kijk wat er uit die tunnel komt. Oh. Nee, het valt echt wel mee, hoor. We kunnen er zo in pikken. Nou, omkleien. Echt. Ik vind het fucking koud. Wat? Je moet even inkomen. Ja. Even een stukje gaan kijken. Oh, nee, nee. Oh, gek, jongen. Vaarwel. We houden van je, Brian. Wil je echt een andere schoenen? Ik vind eigenlijk dat John erin moet ballen. Waarom moet ik nou weer voor, jongen? Jij bent voor. Ik knak samen naast elkaar. Oh, dit is... Ding troepen. Oh. Mooi, man. Ben je, jongen? Wacht. Zie je, het wordt hoger hier dan. Ik zie wat leuks voor jou. Hè? Ik zie wat leuks voor jou. Wat dan? Wacht, ik zal het je zo laten zien. Nog hoger. Ga lager. Ga door. Het filmt wel slecht. Heel slecht beeld. Ja, die camera. Gaat het nog goed? Ja. Oh, we zitten er nog best ver in, hè? Ja. Ik zie bijna het licht niet eens meer. Nee, maar het wordt hoger. Draait je om? Het lijkt wel of de lens, kan je de lens een klein beetje poetsen? Nee, dat ligt er niet aan, joh. Dat ligt er niet aan. Oh, pik. Kijk nou wat ik hier weer vind. Gewoon een stuk wc-rol, hè? Ja, die lens is mist. Ja, dat zeg ik. Ja. Ik kan het nog net niet zien. Dat is de verrassing van vandaag. Ja, ja. Ik ga de bocht om. Aan die kant is helemaal zo'n kist. Bij andere kant jouw bocht kijken. Kom, zal ik eens lezen. Hier, een zonnegrond zal pakken. Het afval in deze bak wordt samengeperst door energie uit de zonnepaneel. Yeah. En bovenop, vervolgens recyclen bedrijven in de Amsterdamse havens het afval tot energie of grondstoffen. Waar jij weer wat aan hebt. Zo krijgt alles nieuwe waarde. Nou, ja. En als iedereen nou zo denkt met de afval, dan komt het helemaal goed hier in het landje. Zou je? Alles wat we altijd eten drinken is altijd in mijn auto. Altijd. Maakt niet uit. Jij verzamelt het. Ik verzamel het, want... Oké, jij me overhouden? Ja. Valt dit. Want vuil is vuil. En we willen natuurlijk Nederland wel een beetje schoon houden. Oh, kakers. Ja, dat bedoel ik. Oh, oh, oh. Nou doen we deze dicht. Vuil erin. En dan? Want het is eigenlijk in een... Ja, dat kan toch niet. In een machine. Dat kan niet. Volgende dag ga je bijstaan. Dit is goed. Ik ga voor en dan gaat het weg zo. Wat vind jij? Ik weet ook niet, volgens mij gaat het ook steeds dieper.
Ja, het steekt meer water in. Ja, go. Ik vind die bak. Ik ben kijken of het heel diep is. Of niet? Ik voel wel een oude. Kijk, overzicht staan. Kijk, kom maar. Geef die steen maar, dan ga ik gewoon. Open up! Jongens! Kijk uit hoor jongens, alsjeblieft! Pas op je vinger! Hey! Oh! Jongens! What the fuck, je hoort in één keer terug! Ik heb mijn zoon dan even morgen. Oh. Zet die buis op de foto! Oh! Nee, ik moet filmen zeggen. Hallo! Komt onze Nikos, kijk eens. Oh. Zo, die wordt er gewoon uitgetild gewoon. Nee joh! Daar aan de horizon dus zien we de artillerie richting het Zaandam. Er werd alle munitie gemaakt van voor de oorlog voor het Nederlands leger. Het is een tijd geleden dat ik met de bom ben geweest. Je kunt ook een baantje naast staan, hè? Dat leuke? Weet ik niet, ik ga zo doen. Hé, lelijk! Oepsie, potje gemist. Hebben we? Nee! Is de pomp. Ja, hij gaat net dicht. De pomp, meneer, die doet gewoon voor ons speciaal. Ja. We hebben eigenlijk de pomp gemist en nou doet hij speciaal voor ons open. Open. Ja, hij doet hem speciaal voor ons open. Dat vind ik wel heel lief. Dat is wel tof. Super tof! Dankjewel! Kom op, Johnny boy. Jongen. Ja. Hè? Huh? Oh. Ik ben hier al jaren niet meer in geweest. Holy fuck, hè? Ja. Hij is dicht. Zonde. Maar. Oh, dat waard het. Oh, fuck. Urban Explorer. Maar we kunnen wel via dit door het volgende. Wat is dat? Ja. H-L. Dit is wel een munitiekist, hè? NL6A. Nou, een munitiekist. Dat is allemaal nog van Hembrug. En wat voor type bunker het is, ik zou het niet weten. Maar ik weet wel dat het een bijzonder type is. En voor mij is het Duitse aanmaak. Oké, hier staat nog een rek of buiten voor te testen. Want dit is best wel een grote ding. Misschien zit er ook nog een achteringang in. Oh ja, dit alleen nog. Hoe doet hij dat, joh? Ja, maar hier zit ook nog een uitgang. Kijk. Ja, hier zit ook een ingang. Het water lijkt hier wel lager te staan. Ik zat hier. Ik denk, waarom doet hij? Eerst deed hij het niet. Zit hier nog een pen? Die moest ik met de hand zo. Omhoog trekken. Kom jongens. Ook zeggen dat weg. Kijk, op de camera is er niks meer. Ik zeg wel, stem wel hier recht. Oké. Okay. Oh. Kijk dan! Oh. Ja, maar dit vind ik mooi, hè? Kijk, ik vind niet vaak dingen leuk. Maar dit vind ik nou leuk. Oh, mijn kippies. Dat is nou eens een leuke dag. Die jongens rennen allemaal een beetje daarheen, die zijn helemaal paranoia. Kijk. Vroeger heette dit artillerie inrichtingen Zaandam. Toen werd het overgenomen de Eurometaal. Die maakte hier toen ook nog munitie en granaten en noem maar op. Allemaal hier in Hartje Zaandam. En die jongens zijn mee aan het scharrelen, maar ik in de weg hier. En nu denk ik het ook te weten. Maar we lopen allemaal, weet je, allemaal verkeerde kanten op en noem maar op. En ze nemen niet eens de tijd om die mooie kippies te bekijken. Hier binnen zit de schietbaan. Die zit in de kelder van dit gebouw. Deze is al eeuwen dicht. Volgende. Ik wil die schietbaan op. Ja, die zit in die kelder van dit ding. Is dat
te kijken, denk ik. Ja. Dit is heel bijzonder. Ja, weet je, dit wordt... Het is verloren. Kijk hoe groot gebouw het ook is. Ja, laat maar los. Het is niet hoog. Lekker! Die nou, hè? Hij wel. Zo'n bruin deur. Even exploren. Waar zijn we nu? Ja. Gaat het? Ik geef jullie de rondleiding vandaag. Waar gaan we heen? Mag je, man. Zijn die gewoon, zijn die film aan opnames aan het maken? Duwen, man. Het dak op. Duwen, madda. Uitzicht, hè? Super vet, hè? Dit kunnen niet veel mensen zeggen. Ik ben op het dak van de artillerie restaurant. Jij hebt ook wel ergens op het dak gestaan, zei je. Wat zeg je? Jij hebt ook ergens op het dak gestaan, zei een keer. Ja, dat was toch bijbaan of zo, zei je? Oh ja, ja. Maar van de Valk. Oh. Dan ga ik daar zitten met een lamp in mijn reet. Met een omhoog ogen. Kijk wat een hal, je kan het op de film niet eens goed zien, jongen. Het ligt ernaar. Ja, wel. Nee, maar je kan het niet de diepte vinden, het is fucking ver. Wat zit daar dan? Hier. Wat een knallocatie, jongen, word je toch gek van? Het ruikt naar machines hier al, als een gek. Dit is een ding, hè? I'm swinging like a red timbo. Haha. Oh, kijk dan. Gaaf, hè? Ja. Hier. Ik ga echt spullen. Super nice. Er is hartstikke warm in van. Wat is onze foto? Dit was een doka. Oh ja. Een zwarte kamer. Kijk, je bent in je foto's en die lijntjes schoon, hè? Oh ja. En dan kon je die ontwikkelen. Dit is een donkere. Een doorgeefluikje voor de foto's. Ja, voor de bolletje. Ja, dan kreeg ik hem twee keer dicht. Ja. Wat, we mochten hem niet komen, want dat was te veel te moeten. Hier, je gaat helemaal de bunker, hè? Ja. Dat is stiekem. Oh, dat is ziek. De wapens. FN. Wat was het? FN, AVL. Dus van de, hier hebben alle wapens gewoon gehangen. Vet, hè? Dat is net al. Daar heb je nog een... Kijk, hier heb je nog een dikke vette liftinstallatie met nog zo'n hele schietgang. Oh? Zet, hier heb je weer zo'n raampje. Oh ja. Met ook weer een hele dikke lange vette tunnel. Zo, daar wordt gewoon geschoten en getest, hè? En hier om de hoek heb je nog een kantoortje met een tafeltje erop. Hier. Hier. Gesloten. Ja, mooi. Oh ja, dat is een mooi man. Super sappig. Electronic Warfare Company. Ja. Kijk, die schoten ze vroeger vandaan, hè? Kijk hoe dik hij. Pa. Oh, kijk dan. Knopjesmachine, kijk hem. Heet de tijger. Kijk, dan komen ze die deur op slot zetten. Kijk hoe mooi die gebouwen. Nick vindt het heel erg mooi gebouw en die vindt alles interessant. Een directeur. Vertel. Die jongens zijn goed bezig. Doen een ding. Zo, dat was even Urbex en rioolkruip. Hè? Zo, Nick. Ik heb riool gekropen. Ja. Ja. Het ging hier, daar, zo, zo. Best wel vies. En toen een Urbex hier. Maar dit is wat dik, hoor. Dikker dan ja. Dikke munitie, kelder, bunker onder het pand. Van de kelder was je schoot, toen was het bunkertje die helaas onder water staat. Ja, jammer dat die bunker onder water staat. Dat was belangrijk. Wat is het? Dit is paus gemaakt in 1956. Dit was de artillerie richting het Sandam. Hier werd alle wapens, munitie, alle benden werd hier getest. En wij staan, hè, en wij zijn er gewoon binnen geweest. Met de schietbunker. En John ook. Ja. Toren. Kom, we hebben hier niet zelf gemaakt. John hebben we erin geshopt. John was niet mee. Extra shopperd. Je hebt met een green screen effect erbij. Chop chop! Kom dus zelf maken.